Donderdag 9 november stond voor veel Drutenaren al maanden rood omcirkeld in de agenda. Het was deze dag namelijk tijd voor de Leste Mert. Van oorsprong de laatste veemarkt van het jaar, maar nu vooral uitgegroeid tot een grote markt waar zowel koeien, paarden als waren verkocht worden. De meeste inwoners hebben vrij en kinderen hoeven niet naar school. De dag wordt traditioneel afgesloten met een dampende kop erwtensoep. Ja, het is de 199ste Leste Mert vandaag. Hè. Dat geeft al aan hoe belangrijk dit evenement voor Druten is. Maar niet alleen voor Druten, voor heel het land van Maas en Waal. Want vandaag komen ze van heinde en verre weer naar Druten toe. En dat gaan we de komende 50 jaar nog wel beleven hier. De burgemeester twijfelt nog over zijn aankoop. Ik heb zelf al een pony en die heb ik netjes ergens gestald. Dus ik ben vandaag niet op zoek naar beesten in ieder geval. Maar het kan best zijn dat ik toch nog een paar sokken ga kopen aan het einde van de straat.